Hallo mijn motorliefhebbers. Maak je gordels vast terwijl we ons storten in het verhaal van de veelbelovende rookie van de Formule 1, Liam Lawson. Deze jonge bloed had een nogal komisch debuut tijdens de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. Als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo slaagde Lawson erin om de drinkbuis vast te krijgen in zijn neus tijdens de race. Zijn paniek was van korte duur dankzij een vroege safety car, waardoor hij de indringende buis kon verwijderen. Ondanks het humoristische incident overwon hij de chaotische omstandigheden van de race, waarbij hij regen, rode vlaggen en straffen ontweek om op een respectabele 13e plaats te eindigen. De baas van Red Bull, Christian Horner, heeft Lawson's prestatie geprezen, met name zijn gedurfde inhaalactie op Max Verstappen. Alle ogen zijn nu gericht op de vraag of hij Yuki Tsunoda zal vergezellen in Monza, gezien de herstelperiode van Ricciardo. Een debuut vol verrassende wendingen, waardoor we een onvergetelijke anekdote over de drinkbuis hebben. Dat is pas een memorabele entree in de wereld van de Formule 1. Nu schakelen we over, mijn vrienden. Ik ben jullie gastheer, Enzo, en vandaag vergezelt mij onze altijd inzichtelijke commentator, de heer William Turner, de man met een schat aan ervaring en kennis in de wereld van de Formule 1. Altijd een genoegen om hier te zijn, zoals altijd, Enzo. We zijn hier, zoals altijd, op de Formule 1 passie, waar we dagelijks de dosis hoogoctaangehalte verhalen uit de wereld van de Formule 1 brengen. Als je waardeert wat we doen en onze dagelijkse gesprekken over de snelle wereld van het racen, vergeet dan niet om je te abonneren, op de meldingsbel te klikken en een reactie achter te laten op onze podcast. Jouw steun houdt onze motoren draaiende. Absoluut, mensen. En deel deze podcast zeker met je vrienden en familie. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd in onze racegemeenschap. Inderdaad, William. Dus maak je klaar, motorliefhebbers, want je zult niet geloven welke verrassingen de racewereld vandaag voor ons in petto heeft. Een drankslangincident, een verrassende inhaalactie en een memorabel debuut van een rookie. Dit en nog veel meer in de aflevering van vandaag. Onze passie voor racen is wat deze podcast aandrijft en het delen van deze intrigerende verhalen is waarom we geloven dat dit nieuws relevant voor je is. Dus blijf luisteren, want we gaan. Vol gas! Dit even anekdote spant inderdaad de kroon. Een rookie die zijn weg vindt in het kampioenschap, plotseling in actie moet komen vanwege onvoorziene omstandigheden. En dan krijgt hij een drankslang vast in zijn neus. Het is grappig, maar het herinnert ons er ook aan welke unieke uitdagingen deze coureurs tegenkomen. Stel je eens voor onder welke druk Lawson heeft gestaan en het drankslangincident voegt alleen maar een extra laag complexiteit toe aan zijn debuut. Inderdaad, en het is niet alleen een grappig verhaal, maar ook een bewijs van de aanpassingsvaardigheid van deze coureurs. Stel je voor dat je tijdens de Grand Prix de finesses van een race leert, terwijl je ook nog eens te maken hebt met een drankslang die vastzit in je neus. Dat is waar, maar laten we de ernstige problemen die dit incident aan het licht brengt niet over het hoofd zien. Als een drankslang zo'n verstoring kan veroorzaken, wat zegt dat dan over de staat van de veiligheid van de coureurs in deze races met hoge snelheden? Kan het ook een teken zijn van onvoldoende voorbereiding of training voor potentiële vervangende coureurs? Dat is een terechte zorg. Hoewel F1 bekend staat om zijn opmerkelijke veiligheidsnormen, werd elk incident licht op gebieden waar verbetering mogelijk is. Wat betreft training is het altijd een uitdaging om een vervangende coureur voor te bereiden op elke mogelijke situatie. Maar misschien zouden de teams dergelijke eenvoudige maar essentiële elementen kunnen opnemen in hun trainingsmodules. Het is fascinerend om het debuut van Lawson tijdens de Nederlandse Grand Prix verder te analyseren. De jonge man bevond zich onverwachts in de woelige wateren van de Formule 1 nadat hij Ricciardo verving bij AlphaTauri nadat de Australiër crashte tijdens de tweede training. Dat kun je wel zeggen. Een vuurdoop van je welste. Inderdaad. De jonge Kiwi had het behoorlijk zwaar te verduren. Regen, rode vlaggen, herstarts onder safety car omstandigheden en zelfs een straf voor het hinderen van Magnussen in de pitstraat. Toch wist hij zich staande te houden te midden van de chaos en slaagde erin als 13e over de finish te komen. Dat is zeker prijzenswaardig voor een debutant onder zulke uitdagende omstandigheden. Al deze elementen zouden het uithoudingsvermogen van elke ervaren coureur hebben getest, laat staan een nieuwkomer. Ik ben het absoluut met je eens. Als je bedenkt dat hij ook nog te maken had met het tube in de neus debacle, is het ongelooflijk hoe hij zijn koers wist te behouden en te presteren. Maar Lawson was niet de enige die uitdagingen moest trotseren. Yuki Tsunoda, in de andere AlphaTauri, had ook een enerverende race. Ondanks dat hij een groot deel van de rondes in de top 10 reed, eindigde hij uiteindelijk achteraan in het veld. Het is duidelijk dat beide coureurs hun eigen gevechten hebben gevoerd. Maar de veerkracht die ze hebben getoond onder druk is zeker een bewijs van hun potentieel in de wereld van de Formule 1. Dat is een goed punt.
Zelfs de teambaas van Red Bull, Christian Horner, was snel om de prestaties van de nieuwkomer te prijzen. Losse werd in het diepe gegooid te midden van veranderende weersomstandigheden en toch wist hij zich staande te houden en zelfs Verstappen in te halen tijdens diens outlap. Het was werkelijk een vuurdoop. De ervaring van Tsunoda in dezelfde race was echter wisselend. Hoewel het team de strategie goed had toen de eerste regenbui kwam, maakten ze een fout door Tsunoda op de baan te houden met oude zachte banden terwijl zijn concurrenten allemaal overstapten op een nieuwe set. Ja, het is een klassiek geval van achteraf gezien is het makkelijk praten. Op dat moment geloofde het team dat ze het tot het einde konden redden met de gebruikte band, maar zoals bleek hadden de nieuwe banden een groter voordeel dan ze hadden verwacht. Dat klopt. Het is belangrijk om te onthouden dat de realiteit van racen niet alleen draait om snelheid, maar ook om het nemen van strategische beslissingen in real time. Soms werken ze en andere keren niet. Tsunoda zelf lijkt dit goed op te vatten en erkent dat hoewel de strategie uiteindelijk niet werkte, hij tevreden was met zijn prestaties en de spannende momenten die hij tijdens de race beleefde. Dat is de houding van een echte racer. Ondanks de straf en de teleurstelling dat zijn strategie niet werkte, lijkt Tsunoda nog steeds tevreden te zijn met zijn prestaties en klaar om de volgende uitdaging aan te gaan. Wat betreft AlphaTauri, het is nog steeds niet duidelijk wie er komend weekend in Monza zal rijden. Maar met Ricciardo waarschijnlijk voor een tijdje uitgeschakeld, lijkt het erop dat Losse opnieuw de partner van Tsunoda zal zijn. Het zal interessant zijn om te zien hoe dit onverwachte duo het zal doen in de volgende race. Misschien zal Lossens debuutervaring en de veerkracht van Tsunoda zorgen voor een verrassende prestatie van AlphaTauri. Het is weer tijd voor het onderdeel van de show waarin we kijken naar online discussies over het laatste nieuws in de Formule 1. William, wat heb je vandaag voor ons? Oké, laten we eens kijken waar de fans het over hebben op het web. Hier is een begin voor jou. Jerry Aguilar zegt, en ik citeer, AlphaTauri en Red Bull moesten Yuki opofferen voor een vierde plaats van Danny Rick, einde citaat. Interessant. Offers voor het welzijn van het team zijn nu eenmaal onderdeel van de sport, niet waar? Absoluut, en zo. Laten we verder gaan. We hebben een opmerking van Secrets die als volgt luidt, interessante observatie vanuit de derde vrije training en de kwalificatie, Danny Rick en Max waren allebei dominant op exact dezelfde delen van het circuit in vergelijking met Checo. Dit betekent dat ze zeer vergelijkbare afstellingen verkiezen, wat logisch is gezien hun rijstijlen. Dat is een scherpe observatie van Secrets. En hier is er nog een van de Real Jordan 56. Hij zei, geweldige kwalificatie van Danny Rick, die tot nu toe dit weekend echt sterk is geweest. Maar de mensen die te ver gaan en zeggen dat hij terug is en meteen Perez moet vervangen, moeten kalmeren. Dit is het eerste echte teken van iets dat lijkt op zijn vorm van jaren geleden en hij moet dit consistent doen in de laatste paar races om in aanmerking te komen voor het Red Bull zitje volgend seizoen. Ah, een stem van redelijkheid te midden van de speculatie. Tot slot hebben we een humoristische opmerking van Spaceship Pilot. Hij grapte, Hulkenburg op het podium morgen als al deze straffen worden uitgedeeld. Ha, nou, ik veronderstel dat er vreemdere dingen zijn gebeurd in de wereld van de Formule 1. En dat, en zo, vat het geklets in de wereld van de online Formule 1-fans samen. Het is altijd interessant om te zien wat iedereen denkt, niet waar? Zeker weten, William. Bedankt voor het delen daarvan. Laten we nu overgaan naar het laatste onderdeel van onze podcast. Nou, het was een waar genoegen om jullie allemaal vandaag bij ons te hebben op de Formule 1 Passie. We doken diep in de spannende wereld van de Formule 1, bespraken strategieën, prestaties van coureurs en raakten zelfs fanreacties aan. Jullie betrokkenheid is wat deze podcast speciaal maakt. Dus druk op die abonneerknop, zet de meldingen aan en doe mee aan het gesprek. Deel onze podcast met je mede-F1-liefhebbers, je vrienden in de kroeg, je familie verdomme, zelfs je hond als die een fan is. Absoluut, en zo. En onthoud, we zijn hier met het laatste nieuws over F1, de hele dag, elke dag. Dus mis het niet. En hey, als je niet kunt wachten op de volgende aflevering, waarom luister je dan niet opnieuw naar een aantal van onze vorige afleveringen? Er is altijd wel iets wat je gemist zou kunnen hebben. Bedankt voor het luisteren, we waarderen je steun enorm. En geloof ons, je wilt de volgende aflevering niet missen. We hebben een aantal spannende discussies gepland staan en we kunnen niet wachten om ze met je te delen. Dus tot die tijd, houd je ogen gericht op de startlichten en je oren op onze podcast. Enzo en William, gas erop, houd je blik op de weg. De inhoud van ons kanaal is puur goud.